Planten, dat is waar de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw om draait. Van zaad tot oogst en van start-up tot miljoenenbedrijf. Alle kennis binnen één opleiding om je te ontwikkelen tot veelzijdige professional waar de plantensector om staat te springen. Of je nou voor jezelf begint, een bedrijf overneemt of als adviseur of verkoper aan de slag gaat, met de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw gaat jou dat zeker lukken. Tijdens de opleiding ontdek je de wereld van planten, maar ook de hele keten, van producent tot consument. Je krijgt dus teeltechnische en bedrijfskundige modules. Van plantbiologie, teelttechnieken en veredeling, tot bedrijfseconomie, management en marketing. In het eerste jaar leg je een brede basis, waarna je je in het tweede jaar specialiseert in open of bedekte teelten. Al vanaf jaar 1 werk je in diverse opdrachten voor bedrijven uit de sector. En daardoor bouw je al tijdens je studie een groot professioneel netwerk op. Of je nou voor jezelf begint, de teelt, het onderzoek of de handel ingaat, dat netwerk zal je altijd van pas komen. Onze reporter Sam staat op de has, toch? Ik sta aan de haskast en ik heb bij me Angelique en Niels. Wat zijn jullie allemaal mee bezig? Nou, we zijn op dit moment bezig met proeven in de aardbeienteelt. We doen dat voor een extern bedrijf. Dit is nu voor vierdejaars studenten. En Niels kan wel iets meer vertellen, denk ik, over de inhoud van de proef. Ja, wij zijn hier met een groeimedium bezig, waarop verschillende rassen worden getest in de aardbeien. Dit is waar we op afstuderen. Is aardbei het enige gewas waar je mee werkt? Ja, voor mij persoonlijk wel, maar je bent zelf vrij om te kiezen welke kant je opgaat. Dat kan binnen de kas zijn, maar dat kan ook buiten in de tuin zijn waar je volle grondsgroenten of akkerbouwgewassen gaat kiezen. Daar heb je nu de kans voor om vrij in te verdiepen. Wat speelt er momenteel? Nou, op dit moment is het niet alleen bij de aardbeien, maar bij meer teelten dat we steeds meer toegaan naar veel meer energiezuinig. Proberen zoveel mogelijk chemicaliën te beperken. En er zijn ook onderdelen van onderzoek. En dat leer je allemaal bij Has Green Academy. De hogeschool voor agro, food en leefomgeving in Den Bosch en Venlo. Jouw thuis voor de komende 4 jaar. Has Green Academy is een persoonlijke hogeschool met topsfeer en veel gezelligheid. Je krijgt les van docenten met veel kennis en ervaring uit de praktijk. En vanaf dag 1 werk je met andere studenten aan echte vraagstukken van bedrijven en organisaties. Een diploma van de Has op zak maakt je gewild op de arbeidsmarkt, zowel in Nederland als daarbuiten. Maar je kunt ook de skills leren om je eigen bedrijf te beginnen. En Sam, waar sta je nu? Ik sta in een prachtige omgeving op de rand van Geelse Meltjord. Je bent nog student en je hebt je eigen bedrijf. Vertel hoe je dat voor elkaar kreeg. Ja, mijn ouders hadden altijd de grond. We hebben een varkensbedrijf, maar ja, de varkens hebben mij nooit getrokken. Dus ik heb een hele andere richting op gekozen. En op hun grond kon ik dan boompjes kweken. Eerst had ik er 3000. En ondertussen zit ik eigenlijk al op 20.000 planten. Dus de groei gaat eigenlijk heel erg goed. Hoe heeft de opleiding tuin- en akkerbouw hiermee geholpen? Nou ja, de Has opent sowieso een hele hoop deuren. Ik heb door middel van de Has bij veel verschillende bedrijven kunnen kijken en een beetje kunnen spieken hoe anderen doen voordat ik er zelf aan begon. Maar ook juist wat we geleerd hebben is over de markt. Goede marktanalyses maken. En ik heb ook een mooi marktplan kunnen schrijven daardoor. En ook vanuit de Has weer mooie feedback gekregen van docenten. En daarin heeft de Has wel heel erg ondersteund. Waarom heb je voor tuin- en akkerbouw gekozen? Ik kwam van de HAVO. Eigenlijk relatief weinig ervaring met planten. Alleen mijn zaterdagbandje dat ik iets te veel planten leerde. En op de HAVO had ik dan wel economie en zo gehad. Maar juist de combinatie daarvan, dat trok me heel erg bij tuin- en akkerbouw. Ieder blok had je zowel iets over planten, maar ook over een businesskant. Marktanalyses, financieel plan. Toen ik in HAVO 5 zat, heeft dat me wel heel erg getrokken om voor de HAS te kiezen. Deze opleiding volg je in Den Bosch, de leukste stad van Nederland. Het heeft een mooi oud centrum met heel veel leuke winkels en sfeervolle straatjes. Natuurlijk kun je ook perfect op stap en tot diep in de nacht dansen. Kortom, je hoeft je niet te vervelen als student. Denk je nou, deze opleiding lijkt me wel wat? Kom dan naar een open dag. Daar ontmoet je studenten en docenten die je nog veel meer kunnen vertellen. Bij de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw kun je aan de slag met teelt, innovatie en ondernemerschap. In de kas of in het open veld. Tijdens de studie werk je nauw samen met allerlei bedrijven, bijvoorbeeld bij het teeltproject of het afstuderen. Zo staat de studie garant voor een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland en ben je klaar voor de praktijk en de toekomst.